In de Premier League van het korfbal pakte Siquipi op de voorlaatste speeldag de leiding over van Riviera en kon het zo, na 3 jaar vagevuur, een gooi doen naar de titel in de Premier League. Al moest het daarvoor op de allerlaatste speeldag wel voorbij Temse en dat op zich is geen makkelijke opgave. 3 jaar vagevuur, dat brengt toch wel wat met zich mee. Maar de club is er wel rustig onder gebleven, de cel en het bestuur en de spelers zelf ook. We waren vorig jaar er ook dichtbij voor naar Herentals, dan gaan we de runners op. En zo zijn we het seizoen ook gestart. Van, ik denk ook wel dat het nu in Premier League de moeilijkste was. Met Riviera, Scaldis en Temse dat beter en beter wordt. En Minerva dat altijd de giant killer is. Dus we hebben ons gewoon gefocust op plaats 1 en 2. En het zag er langer uit voor plaats 2. Dus ik hoop nu wel dat de spelers het niet veel in me op te houden voor plaats 2, dat ze nu vol voor plaats 1 gaan. Het is toch een heel andere sfeer in de sport zelf. En nu gaan we toch bewijzen dat we het in de Top League kunnen gaan doen. En vandaag gaat dat bewezen worden. En de supporters zijn er in ieder geval wel klaar voor. Want dat is toch wel een belangrijke zet, dat je supporters achter je spelers is staan. Vind ik zelf wel. Ja, met wisselende emoties. Vooral dat we vorig jaar op een haar na de finale hebben gemist in de Herentals. Waarbij we eventueel nog zouden kunnen promoveren. Langs de andere kant heeft de club kunnen doorgroeien. En de ploeg is er nu wel klaar voor, denk ik. Ja, moeilijk. Ze zijn nu slopend ook. Hè. Ik denk dat die groep, en zeker Bart, heeft dat, onze trainer, heeft dat heel hard verdiend, deze kampioenschap. 3 jaar hard werken, dan mag het eindelijk wel eens lukken om over te gaan. De club die er klaar voor was, al moest het dan nog wel voorbij Temse en daar de bal en korf rond is, kon dat nog wel eens mislopen. En dat op zich bracht de nodige stress mee. Vandaag is het heel beslissend, heel belangrijk dat we weten, gaan we over of moeten we er nog voor presteren. Maar de supporters, die zijn er en die staan er zeker achter. Zenuwachtig. Is lang geleden eigenlijk. Je hebt altijd wel wat gezonde stress. Maar vannacht nog een paar keer wakker geweest met de slechte scenario's te bedenken. Dus dat is eigenlijk niet goed. Maar we hebben juist een goed gesprek gehad, goede bespreking gehad met de spelers. En ze staan scherp, ze zijn er klaar voor. Ze waren er klaar voor, al was Temse dat ook. We spelen 5 minuten, het staat 3-3. De thuisploeg weet dan een 2-puntenkloof te slaan. We spelen nog 8 minuten in de eerste periode. Temse wil de spanning er toch inhouden en komt terug in de wedstrijd, zodat we gaan rusten met een 9-9 score. Wetende dat Riviera concurrent van dit Siquipi op dat moment voorstaat. Met andere woorden, de titel is nog niet binnen. Het motiverend gesprek dat coach De Veilder van Siquipi onder rust hield voor zijn spelersgroep, hielp de thuisploeg dan blijkbaar wel. Want nu is er absoluut geen houden meer aan daar op linkeroever. En zo is de 12-9 meteen een korf die thuis hoort in de Top League. Siquipi is nu volledig losgeslagen en zo hebben we de 17-11 met nog 10 minuten op de klok. De champagne mag stilaan koud gezet worden. Temse is niet bij machten om tegen deze kampioenenploeg nu nog iets in te brengen. En zo is de promotie van Siquipi een feit, al zal dat niet met de volledige huidige spelerskern zijn. Er zijn een aantal spelers die zullen stoppen, waaronder ikzelf. Het is denk ik wel mooi om zo afscheid te nemen. Het zal niet evident zijn, maar niettemin. De ploeg zal er vol voor gaan, ook volgend jaar. Maar toch, extra jaar Top League zou ook mooi zijn. Ja. Maar ik doe al een tijdje mee natuurlijk. Een extra jaar gaat het grote verschil niet maken. En ik heb nu wel 2 kindjes thuis en een vrouw en een drukke job. Dus het is tijd voor andere dingen in het leven. Mooie woorden die net voor de feestnacht uitgesproken werden. Al hoopt de voorzitter toch nog van enkele hun kar te doen keren. Vandaag grote feest. Morgen met de 2 voetjes op de grond. Terug Top League.
is een hele uitdaging. Voor eender wie, was het nu Riviera, is het nu Sicopi, de stap naar de topleague is enorm groot. Spijtig genoeg zijn er heel waarschijnlijk spelers die gaan afhaken. Hè. Johan heel waarschijnlijk. Misschien nog de Matthias gaat stoppen. Dus we gaan er nog mee praten, we gaan er nog mee overleggen natuurlijk. Met topleague nu teruggaan. Maar sowieso, het zal een moeilijke zijn. Want het verschil is inderdaad groot. Hè. Als we nu naar de topleague kijken, degradatie voor Meeuwen, vorig jaar de kampioen. Ja. En Putsen moet runner-up nog spelen. Ja, zeker een vaste. Het is altijd zo. Momenteel heb je in de topleague je vaste 4-5 vaste waarden die je bovenaan laat spelen. En de mensen die van de promoleague komen, is altijd een moeilijke. Putsen, Meeuwen, zonder scrupules natuurlijk, of zonder minderwaardigheid. Maar ik heb gisteren nog met mensen van Riviera gepraat ook. Die zeggen ook, de stap naar de topleague is zo moeilijk. En dat verschil is zo groot, dat het elke keer... Ja, vechten zal zijn voor toch te kunnen blijven. En dat zal dan de strijd onderling zijn. En ik hoop dat we toch misschien mensen zijn die naar Sicopi willen komen. Of mensen die we kunnen aantrekken misschien. Dat is altijd een groot vraagteken. Maar de top, ja, is de top. En is niet de promo. Nagel op de kop van de voorzitter na afloop van de kampioenenwedstrijd. Waar meteen een oproep gedaan werd naar nieuwe spelers en speelsters om... naar het schijnt, aan de mooiste kant van het stad te komen korfballen en zo mee aan een volgend stuk geschiedenis te schrijven bij deze traditieclub Sicopi. De wedstrijd werd gewonnen met 26-15 en dat het feest nadien kon losbarsten, dat staat uiteraard als een paal boven water. Het feest kan beginnen, alhoewel het eerst zelf niet goed was. Verdiensten van Tim's ook, die zorgen dat we één shot aanvallen hadden. Ze hebben het tussen de rust opgepikt en hebben we een geweldige tweede helft gespeeld. Eerste helft was dus niet goed. Nee, die was niet goed. Ik denk dat het 9-9 was. Zoals ik al zei, verdienste van Timsen ook. Dus we waren tegen ons eigen waren ontkorreballen. En onder rust zijn de zenuwen weggegaan. En dan denk ik dat het 16-6 of zoiets, tweede helft dus. Ja, eindelijk na 3 jaar in de Promo League maken we het dan toch af in de laatste 2 belangrijke wedstrijden. Vorige week Riviera was een belangrijke horde, maar daarmee waren we natuurlijk nog altijd geen kampioen. Het is vandaag dat het er om te doen was. En we hadden het heel lastig in de eerste time. We speelden slecht, we waren zenuwachtig. En ben blij dat we dan kort na de rust meteen een aantal golen konden voorkomen. Er stond verschil op bord. Dan hebben we bevrijd kunnen spelen. Met dit als eindresultaat. Wisten jullie iets van de tussenstand van Riviera? Nee. Misschien... Naar de topleague, ja inderdaad. We kijken er al naar uit volgend jaar. 3 jaar in het vage vuur gezeten van de Promo League. Wat doet dat met een speelster? Wel, wat doet dat met de speelster? Ja, natuurlijk, het was de vorige jaren niet leuk, want we hebben er ook hard voor gestreden en hebben telkens wel een matchje laten liggen. Dat dan eigenlijk ervoor zorgde dat wij derdes eindigden. En dit jaar hebben we dat niet gedaan, dus ik ben content. Groot feest vanavond op Linkeroever. Zeer groot feest op Linkeroever, zeker en vast. Er werd niet super goed afgewerkt in de eerste helft en dat is natuurlijk het verschil. Hè, want 9-9, dat is niet veel goal. Misschien was er toch een klein beetje spanning. Hey, want als we de match verloren, dan gingen we toch nog naar Herentals om een testmatch te spelen om te promoveren. Dus we moesten echt wel winnen. Maar vanaf dat een klein gaatje kwam in de tweede helft en de score ging vlotter en vlotter, dan was het eigenlijk heel snel gespeeld. Eindelijk terug de topleague. Een bekroning van het werk dat we nu 3 jaar geleden, 3 jaar geleden in de Promo League zijn gekomen. Is het hele bestuur, iedereen die... enorm zijn inzet heeft gedaan voor uiteindelijk toch het resultaat te bekomen dat we nu hebben. De doelstelling was begin van het seizoen de Herentals halen, de runner-up te halen. Uiteindelijk is het meer geworden wat we niet verwacht hadden. Maar we zijn super blij, super fier, heel de vereniging dat we uiteindelijk toch kampioen spelen in de Promo League en terug naar de Top League kunnen gaan. Echt een super zalig gevoel dat we dat eindelijk na 3 jaar kunnen doen, rechtstreeks promoveren naar Top League. Echt, daar hebben we zo hard voor gewerkt. En de groep heeft dat zo goed gedaan. Echt, ik ben super trots. Wat was er aan te zien aan jouw vreugdeuitbarsting bij het
slotfluitsignaal. Ja, ik was echt super blij dat Mats die laatste goal maakt. Dat is echt gewoon geweldig om het hele zaalseizoen mee af te sluiten. Ik heb er ook gewoon echt van genoten en ik denk ook gewoon dat iedereen er super hard van genoten heeft.